aantal dagen super mooi weer, is het vandaag een beetje bewolkt. Dus het is de perfecte dag om het een en ander te gaan regelen voordat we eindelijk naar de Canarische eilanden gaan. Zo hebben we vandaag gas geregeld. We gaan nog even de bus vol tanken. Nog even het water afvullen. We gaan een terrasje of iets zoeken met wifi, zodat we 30 uur aan Netflix kunnen downloaden. En we gaan natuurlijk inchecken vandaag. Normaal moet je je ticket printen, maar ja, we hebben natuurlijk geen printer. Dus we gaan even naar de terminal om daar in te checken. En we hebben nog wat vragen over hoe het gaat met de hond. Zodat we helemaal voorbereid op weg kunnen. Nou, we zijn ingecheckt. Er zijn twee plekken waar de honden kunnen zijn. Beneden, en daar kan je dan ongeveer om de 4 uur naar je hond toe. Boven je hond laten en dan kan je gewoon de hele tijd bij je hond. En ook een soort van uitlaten op een klein soort stuk grasveldje, nepgras denk ik. En dat gaan wij denk ik doen. We gaan een slaapplek zoeken nu aan het strand, zodat we wel dicht bij de terminal zijn. Maar dat we wel 's ochtends nog eventjes de honden goed kunnen laten rennen. En ze even nog kunnen spelen, in het water kunnen zijn, lekker zwemmen. Zodat de eerste energie eruit is. Zodat ze in ieder geval de eerste uren lekker gaan slapen. Ik gok dat het geen probleem gaat zijn. Dus we gaan het zien. Rond zie je onze busjes. Want hier gaan wij vanavond slapen. En het is hier super gezellig. Allemaal busjes. Iedereen is lekker aan het koken, muziek aan het maken. Of aan het surfen. En we zitten een kwartiertje van de ferry af, dus dat is perfect. Dus we gaan hier morgenochtend de honden nog eventjes laten rennen en lekker laten spelen. En dan kunnen we morgen met twee hele moeie honden de ferry op. Iedereen is in paniek. Het is een soort... De red race naar de douane toe voor het is echt één grote chaos. Die politieagenten. Het is hier zeg maar op zijn Spaans geregeld. We zijn dus door de security, de douane. We hebben een drugshond in de bus gehad. Niks gevonden natuurlijk. Brave burgers die we zijn. Het spannend die. Nou, weet je wat het is? Ik kijk gewoon meteen heel schuldig. Ik denk meteen dat ik drugs bij me heb. Dat ik allemaal. Ik weet het ook niet. Daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van. Hoe zeeziek ben je? Ik zit nu wel rond 7,5 toch wel. En dat is zelfs zonder drinken, kan je nagaan. We zijn even bij de honden gaan kijken en zij zijn minder zeeziek dan wij volgens mij, maar ze zijn chill.